En wij gaan kijken naar, er hoort ook een beetje wijn bij natuurlijk. Na de koffie, filmpje van Wietse, kijkt u mee. The cooperative company Cantina de Palme was formed in 1989 in Chilino San Marco. In the province of Brindisi, the cooperative was born from the ideas and drive of Angelo Macchi, who is the third generation in a family of winemakers. Today, the company combines 1,200 growers who are members of the cooperative. Its vineyards cover 2,400 hectares between the provinces of Brindisi, Taranto, and Lecce. 90% of the production is dedicated to making red grape varieties and 10% for white varieties, with an average annual production of around 30 million kilos of grapes and a yield that varies more or less. The highlight of the production department is the cellar. Here, the finest wines are aged and stored in barrels of French and American oak, giving a total capacity of 10,000 hectolitres of wine. Wietse, dit is een van jouw favoriete huiswijnen. Harry, goedemorgen. Ja, dit is dé favoriete huiswijn. Het komt natuurlijk eerst als je het filmpje ziet van Cantina de Palme. Het zooltje van de hak van de laars. Ik zeg altijd, hier krijg je wijn van zon in het glas, warmt op de botten. Meerdere keren verkozen in de horeca, zeg maar, als de meest favoriete rode huiswijn. Nou, die rode huiswijn is een beetje verplaatst naar thuiswijnen. En dit is natuurlijk dit is de allereerste wijn die ik bij jou in het programma had, bijna 8-9 jaar geleden. En dat was toen al een succes. En dat zie je, zeg maar, als een soort van olievlek uitspreiden over Nederland. De buren hebben het een keer, de vrienden hebben het en die drinken dit. Het is Negro Amaro, dat is de druivensoort. Een beetje klein glas. Mm-hmm. Ja, daar ga ik je zo wat over vertellen. Nou, het is heel zacht, hè? Het smaakt lekker. Heel zacht. En dat is die druivensoort. Zeg je niet gauw, maar dit is lekker. Dit is, drink jij maar door, dan klets ik. Was mijn vak. Kijk, het is zwoel, zacht, kruidig. Het heeft 4 maanden eikenhoutrijping gehad op fusten. Ik vind het echt lekker. Ja, maar het is heel zacht, Harry. Het is heel vriendelijk. Het is een 24/7 wijn, zoals ik dat vaak zeg. En het bijzondere is, het is van een druivensoort die, zeg maar, steeds populairder wordt en populairder wordt. En het is een wijn, je maakt hem open, hij is er gelijk. Je kan hem als aperitief drinken en vandaar ook huiswijn, dus nu ook de thuiswijn. Je kunt er lekker bij dineren, hapjes. En je blijft er gewoon lekker fit en fris van. 500.000 flessen verkopen jullie ervan, hè? In Nederland. Jaarlijks verkopen we 500.000 flessen van deze wijn. Dat doen we niet alleen? Nee, met een heel team mensen doen we dat. En die wijnen vinden heel goed weg naar die consument. Dan heb ik vorig jaar een actie gedaan met het wijnhuis. En daar heb ik een glas bij gedaan en daar heb ik een hoop commentaar op gehad. Want die mensen vonden het glas niet berenswaardig. Dat heb ik niet zomaar naast me neergelegd. Daar ben ik mee aan de gang gegaan. Ik heb een fantastisch mooi wijnglas samen met Royal Leerdam. Ja, 3 glazen uit een liter? 65 centiliter, dus hij is bijna leeg als je hem helemaal vol giet. Maar schenk hem nou mooi tot het randje in. Maar dit wijnglas, Harry. Prachtige kelk, vrouwelijk steeltje, zoals we dat zeggen. En die kelk die zorgt dat die aroma's, zeg maar, mooi in dat glas blijven hangen. Ik heb speciaal voor de kijkers een hele mooie actie. 6 wijnglazen krijg je cadeau, gratis. Normaal zou dit hele pakket €100 kosten. We gaan er niet met z'n allen inhalen. Ik zeg gewoon 1 glas set per klant, zeg maar. En dan kost dit slechts 71,52. Want Hollanders zijn echt centenmensen. Nou, hoeveel doe je er dan? Dan krijg je 12 flessen en dan krijg je 6 van deze prachtige glazen bij cadeau. 71,52. Ik heb het op de cent nauwkeurig uitgerekend. Want ja, het zijn Hollanders en dat hebben we gelijk. Prachtig boekje erbij. Leuke tips met meer wijnen van dit wijnhuis. En ja, je kunt ze ook van los bestellen. €6,50 per fles. Maar koop lekker zo'n pakket. Nou, dan kunt u nu bestellen. En het zijn lekkere glazen. Als je 3 glaasjes neemt, dat zijn er normaal 5. Ja, nou ja, gezondheid. Ja. Oké. Nou, u kunt het nu bestellen.